In listen-only mode. Welkom bij deze Company Info webinar speciaal voor de adviseurs van Unirobe Meijers Groep. Mijn naam is Willem van Aalst. Ik ben de relatiemanager van jullie bij FD Media Groep. We zullen jullie aan de hand van enkele voorbeelden laten zien wat voor soort informatie je uit Company Info kunt halen. In de komende 15 minuten komen de volgende onderwerpen aan bod. Hoe log ik in op mijn persoonlijke Company Info pagina? Hoe ziet de bedrijfspagina eruit, met als voorbeeld FD Media Groep? Waar staan de relevante bedrijfsgegevens? Hoe bestel ik Kamer voor Koophandelinformatie? Hoe werkt de nieuwsmonitor? Hoe maak ik een prospectlijst organisaties? Hoe zoek ik een jaarverslagen? Hoe vind ik de juiste marktrapporten? En waar kan ik mijn feedback geven? Ik neem jullie stapsgewijs mee door Company Info. Ik ga eerst naar het homescherm van Company Info en dient eerst in te loggen op je persoonlijke profiel. Jullie hebben allemaal een eigen login gekregen en als je die nog niet hebt, kan je die heel makkelijk aanmaken. Door bovenin kan je een login aanmaken door hierop te klikken. Je ziet nu dat ik hier ben ingelogd onder demo@company.info. Dus je ziet ook met het UMG extensie zie je dan je eigen e-mailadres bovenin staan en dan weet je dat je bent ingelogd. Je krijgt eerst, ik zal een voorbeeld geven van een bedrijf. Dit is je homepage. Hier zie je ook straks door de nieuwsmonitor, waar ik straks verder op inga, zie je ook eigenlijk het nieuws van jouw klanten en jouw prospects op de homepage. Dus dat is natuurlijk wel heel gaaf, dat je dan heel makkelijk kan zien van wat speelt er echt bij mijn klanten. Hier zie je de favorieten die ik tot dit moment erin heb staan onder deze demo. En hier zie je laatst bekeken bedrijven en bewaarde zoekopdrachten. Dus hier heb je eigenlijk een overzicht van jouw persoonlijke profiel. Ik ga nu het voorbeeld nemen van FD Media Groep. Company Info is een onderdeel van FD Media Groep, wellicht bij een aantal van jullie bekend. Het Financiële Dagblad, BNR Nieuwsradio, Company Info en nog een aantal organisaties eronder hangen. Ik heb hier een standaard bedrijfspagina die ik even kort toelicht. Wellicht kennen de meeste van jullie het al. Degenen die het niet kennen, laat ik het even kort zien. Hier is de standaard informatie eigenlijk. Eigenlijk is dat de officiële adresgegevens, het KVK-nummer, telefoonnummer en andere nuttige gegevens. Op alle blauwe onderstreepte onderdelen kan je doorklikken. Dus dit zijn eigenlijk dus allemaal bedrijfsinformatie van de Kamer van Koophandel. Dus als ik op 173 klik, dit huisnummer, dan zie ik meteen wat voor organisaties er volgens de Kamer van Koophandel staan ingeschreven op dit adres, op dit huisnummer. Dit is allemaal doorklikbaar. Hetzelfde geldt dus voor als ik op Prins Bernhardplein, Amsterdam, alle bedrijven in Amsterdam. Ik heb hier de website, KVK-nummer, maar ook LinkedIn. Dus log één keer in hier op LinkedIn. En je ziet bijvoorbeeld het bedrijfsprofiel van een organisatie. Ik ben nu ingelogd. Hij herkent mijn computer, omdat ik dat één keer eerder heb gedaan. Dus je hebt meteen, wie ken ik binnen die organisaties? First degree, second degree, noem maar op. Ik neem aan dat de meeste van jullie LinkedIn profiel hebben. Dus dan, dan heb je er ook zeker wat aan. Dat scheelt weer een handeling. Hetzelfde geldt voor Google Maps, Google Route. Dat je wil weten wat zit er, bijvoorbeeld wat voor gebouw zitten ze precies. Wat voor gebouwen zitten ernaast? Is misschien ook wel interessant voor jullie om te weten. Dus hier zie je snel Google Street View. Hier rechts, om terug te gaan, is een overzicht van een korte omschrijving van de organisatie. Hieronder zijn de SBI-codes. Dat is, eigenlijk is dat een sectorcode. Hier zie je ook het verschil. We hebben hier spreken volgens de Kamer van Koophandel zijn we bekend als financiële holding. Zoals je bij de Kamer van Koophandel direct een soort prospectlijst zou aanvragen, dan komen wij niet naar boven. Dat moet je echt op financiële holding zoeken. En zoals Ahold valt onder secretariële dienstverlening.
Ja, dat is ook niet echt iets wat je verwacht bij Ahold. Dus hetzelfde bij FD Media Groep. Dus wij zetten dat erbij. We hebben een informatiedeskundige kantoor die dus bijvoorbeeld uitgeverij van kranten, overige uitgeverijen en productie van radioprogramma's eronder zet. Zodat wij beter vindbaar zijn voor onze klanten of mensen die commercieel bezig zijn in company info door bijvoorbeeld het maken van prospectlijsten. Dit is allemaal standaard informatie uit de jaarverslagen en de uittreksels. Die even snel in één overzicht worden gezet. Nog een voorbeeld van een verrijking die Company Info doet. Volgens de Kamer van Koophandel werken er 0 mensen bij ons bedrijf. Klassificering werkzame personen staat op 1. Wij halen uit de jaarverslagen bij bedrijven die deponeringsplichtig zijn. En het moet wel ingekocht zijn via Company Info, anders hebben we die informatie niet. Staat dat er 286 mensen werken bij deze organisatie, volgens het jaarverslag van 2014. Dus zo zie je dat wij iets meer informatie geven, veel meer informatie geven, dan, waardoor jullie ook makkelijkere zoekopdrachten kunnen doen. En ook goed, beter voorbereid je gesprek in kan gaan. Hieronder volgt het handelsregisterloket. Dat zal ik even uitleggen. Company Info bestaat eigenlijk als community voor uittreksels. Alle bedrijven of grote banken, grote accountantskantoren, bedrijven zoals jullie maken allemaal gebruik van één handelsregisterloket. Voorheen deden ze dat bij de Kamer van Koophandel, tegenwoordig allemaal in Company Info. Dus dit is zo zorgen we ervoor met z'n allen dat deze database compleet up-to-date kan zijn. Zeker bij grote organisaties zou je zien dat er veel in hangt. Dus hier hangt een uittreksel. Nou, dat is 2 dagen geleden, is dat wellicht door een collega van mij eerder aangebracht. Tot gisteren, dit is vrij belangrijk om te weten. Hier staat eigenlijk geen adreswijziging bekend. Okay. Maar wat ook belangrijk is, geen bestuurders, kapitaalmutatie, statutaire naam, fusiesplitsingen. Ik hoef nu geen geld uit te geven aan dit uittreksel. Waarom? Het hangt hier al in. Ik kan hier het opslaan als PDF, ik kan hem printen. Je weet dat dit nu up-to-date is. Staat er wel iets dat er iets gewijzigd is? Ja, schroom niet om er een in te kopen, want dan verrijkt meteen onze database. Niet alleen voor ons, voor je collega's, voor andere klanten van Company Info. En zo verrijken we met elkaar deze database. Download. Nou, dit is het uittreksel van vandaag. Het is eigenlijk weggegooid geld, maar om even kort uit te geven hoe dat werkt. Hier zie je al meteen een verandering naar 10 juni, de datum van vandaag. Dit is ook gewijzigd. Het is nogmaals weggegooid geld, maar om even aan te geven hoe snel het wijzigt. Iedereen die nu in dit bedrijf bekijkt, in Company Info, zal dit uittreksel ook meteen zien. Dit werkt ook voor historie, deponeringen, originele jaarrekening, concernrelaties, statuten. Dat zijn alle documenten die je kan krijgen bij de Kamer van Koophandel, of een groot gedeelte daarvan. Die kan je ook gewoon in Company Info krijgen. En vaak in de gevallen, is het zo dat dat gewoon verrijkt is en dat het er al in staat. De jaarverslagen vind je hier. Hieronder de 100% dochters, dus van de organisatie FD Media Groep BV. Dus hier zie je al snel de structuur van de organisatie. Management. Hier kan je ook doorklikken op bepaalde bestuurders. De commissaris Wouter Wolfenbüttel. Kan ik hier op doorklikken. Dan kan ik kijken, goh, wat doet hij? Hoe oud is zo iemand? Wat is uiteindelijk het bedrijf waar die commissaris van is? Maar ook nevenfuncties. Ik zie dat, hier is MyLabs BV. Dat is een nationale borgmaatschappij. Is die ook bij Jumbo Groep. Dus hij zit in bepaalde commissariaten met verschillende mensen. En dat kan je dan heel makkelijk hier uithalen. Deze mensen zijn met elkaar samen ingeschreven bij verschillende KVK-nummers. Zo kunnen we dat weer herleiden. Ook interessant voor gespreksvoorbereiding. Je weet precies alles over je klant door dat op die manier even snel zichtelijk te maken. Ga ik weer terug naar de bedrijfspagina. Hier is het nieuws. Het nieuws is met name waarom jullie hebben eigenlijk op maat nu de mogelijkheid om beschikbaarheid te hebben over het nieuws over jouw klanten en prospects. En als adviseur van Unie Europa Meijers Groep is dat vrij belangrijk. Daarom hebben we ervoor gekozen om dat ook aan te zetten voor jullie. Hier kan je eigenlijk de laatste nieuwsberichten zien. Een overname die wij net hebben gedaan van webservices.nl. Waarbij we nog meer data tot onze beschikking hebben. Dus wat ook hetgeen ook in jullie voordeel gaat werken in de toekomst. En zo hebben we eigenlijk, zie je even snel
alle nieuwsberichten van FD Media Groep van de afgelopen tijd. Je kan helemaal naar beneden scrollen. Ook de handelsregisterpublicaties. Ik zal even, dit is wel heel veel. Ik zal even kijken, toon minder. Zo, maakt het wat rustiger. Dus dit is het nieuws. Dus elke organisatie die je kan bekijken is redactioneel nieuws. Over iets meer dan 1000 bronnen die wij selecteren op KVK-nummer. Dus het moet ook echt over FD Media Groep gaan. Het moet niet over FDD Media Groep gaan en dat die dan ook voorbij komt. Het is geen Google Alerts. Het is echt, we hebben dit product echt gemaakt met een redactie erachter. Die ook echt kijkt, gaat het daadwerkelijk over dit KVK-nummer en deze entiteit? Dus geen vervuiling. En het kan wel eens voorkomen dat er meerdere bronnen in voorkomen. Maar die selectie willen wij ook niet voor jullie maken. De een is geïnteresseerd in het Financieel Dagblad. De ander is meer geïnteresseerd in een andere bron, zoals een marketingtribune. Of in, dat zou ook kunnen. Dus we bieden wel de mogelijkheid om meerdere bronnen te raadplegen. Over misschien wellicht eenzelfde onderwerp. Zodat jullie zelf die keuze kunnen maken. Het gaat erom dat je op de hoogte bent. Hier de aandeelhoudersbelangen en deelnemingen van de organisatie. Hier zie je dus nog verder. Hè. Ook komt ook weer uit de jaarverslagen waar we kijken van oké, hoe zit dat precies in elkaar met aandeelhouders, structuren en deelnemingen. Hier volgen marktrapporten en sectorlinks. Zal ik verder niet te diep op ingaan. Straks kom ik overigens wel terug op marktrapporten, maar dat is een aparte functie. En hier ja, eigenlijk alle standaard jaarrekening, balans, winst-verliesrekening, algemene informatie. Groei van de organisatie, eigenlijk alle informatie uit de jaarreeks, standaard jaarrekeningen die we hierin hebben verwerkt. Financiële ratio's, winst- en verliesrekening. Ik kan het zo downloaden, dus ik kan zo naar Excel halen. Dus dat is ook wel erg makkelijk, er zit bijna overal zit een Excel functie op. Dus ja, voor degenen die onder ons die dat leuk vinden om daar mee aan de slag te gaan, dan bestaat deze mogelijkheid er waarbij je snel en makkelijk aan de informatie kan komen. Dit is een bedrijfspagina zoals dat eruit ziet in Company Info. Kijk, de bakker op de hoek zou een stuk beperkter zijn aan informatie dan FD Media Groep. Omdat ja, er eenmaal geen deponeringsplicht is. Die informatie is er ook niet, dus dat hebben we dan ook niet. De gemiddelde en grotere organisaties zou je al snel heel veel informatie vinden. Ik zal nu even wat laten zien op wat volgende is eigenlijk een prospectlijst maken. Hoe moet ik dat doen? Nou, hier zit prospectlijst organisaties. Het is eigenlijk heel erg simpel. Je kan hier bijvoorbeeld kijken. Ik ben geïnteresseerd in logistiek. Ik doe vervoer. Ik ken al die codes niet uit mijn hoofd. Lukt dat? Even kijken. Vervoer en opslag is een SBI-code. En dan wil ik even kijken hoor. Nou ja, vervoer over land wil ik weten. En dan kan ik hier dit helemaal uitdiepen. Hè. Ik kan hier rechtsvormen kiezen, ik kan een aantal werknemers, ik kan landen, provincies, ik kan het helemaal doorzetten totdat ik weet dat ik echt wil weten wat ik heb. Hier kan ik op zoeken klikken en hier heb ik een resultaat van 25.000 bedrijven. Nou, dat lijkt me een beetje veel. Dus ik ga verfijn zoekactie doen. Ik klik hierop en kan bijvoorbeeld zeggen, nou, ik ben alleen geïnteresseerd in alle BV's. En ook alle NV's. En dan ga ik weer zoeken. Dan heb ik 8.655. Dan komt het meer in de richting. Nou, laat ik deze dan downloaden. Deze vind ik interessant. En dan ga ik in Excel verder. Dan gaat hij hem opladen. Ja. Hier is hij. Nou, heb ik een prospectlijst. Deze kan ik helemaal even. Mensen die een beetje ervaren zijn met Excel, die kunnen hier een heel mooi strak lijstje van maken. Hier staat namelijk alles in. Ook alle cijfers, dus ook de omzetgegevens, het aantal werknemers, ga zo maar door. Dus dit is de prospectlijst zoals we hem gebruiken in Company Info. Vaak is het zo dat je hem ook wil opslaan. Dus hier kan je op zoekopdracht opslaan klikken. Kan ik hier bijvoorbeeld vervoer doen. En kan ik hier voeg toe. En zal ik straks laten zien, dan staat hij dus op je homepage. Ook al haal je hem over een half jaar weer op. Ja, dus je gaat naar home en denkt bij, hier staat hij, vervoer. En ik doe dit, deze uitvoering, ik klik er nu op, bijvoorbeeld over een half jaar, is die helemaal up-to-date. Zal dit ook veranderen? Want dan gaat hij hem weer helemaal opnieuw bekijken. En alle wijzigingen die doorgevoerd zijn inmiddels, dat is weer een update.
Dus als je dan weer haalt naar Excel, heb je de meest up-to-date gegevens. Even als tip. Dat is prospectlijst organisaties. Mocht dit overigens tussendoor, hè, als jullie hier vragen over hebben, altijd iets sturen naar service@company.info. En dat e-mailadres en dan of naar willem.van.aalst@company.info. Maar service@company.info, dan komt het uiteindelijk toch op bij mij terecht. Als er vragen echt specifiek over verzoeken of over prospectlijsten gaan. Hetzelfde werkt bij prospectlijst personen. Jaarverslagen, daar kan je ook op vrije tekst zoeken. Ik ben op de sector logistiek ben ik geïnteresseerd. Dan kan ik eigenlijk hier op vrije tekst zoeken in alle jaarverslagen die gedeponeerd zijn. Ook weer mogelijk om dit helemaal uit te diepen en uit te filteren. Hier kan ik laat ik dan in ieder geval 2013 kiezen. 2015, dat slaat nergens op. Dan heeft niemand gedeponeerd. 2014 heeft ook nog niet iedereen gedaan. 2013 ben ik er wel zeker van. Maar goed, laat ik ook 2014 in voor de zekerheid, voor degenen die wel dat hebben gedaan. Dan gaat hij zoeken in alle jaarverslagen van 2014 en 2013 waar het woord logistiek in voorkomt. Nou, dat is natuurlijk enorm veel. 2632 jaarverslagen. Nou, ook deze kan je weer verfijnen. En dan kan je hier bijvoorbeeld iets anders bijzetten. Of je kan kijken naar bepaalde omzet van bedrijven, regio's, etc. Spreek voor zich. Nou, de marktrapporten is ook iets wat ook weer mogelijk is om vrij te zoeken. Ik ben weer geïnteresseerd in logistiek. Ik wil er alles van weten. Nou ja, dan heb je hier dus meteen in ieder geval 10 resultaten die interessant voor kunnen zijn voor je. Er zijn nog meer punten, maar ik heb het bewust afgesproken in deze webinar om het te focussen op een aantal punten zoals ik in het begin van deze presentatie heb aangegeven. Er zit hier rechtspraak.nl, faillissementenregister zit erin, compliance lijsten. Maar dit is denk ik voor jullie als adviseur het meest belangrijk. Maar ja, er is meer informatie. En we hebben het geprobeerd zo makkelijk mogelijk en overzichtelijk mogelijk te maken. Gebruiksvriendelijkheid staat voorop. Dus laat alsjeblieft weten als je denkt van nou het kan toch nog beter of anders. Dan zijn we altijd bereid om dat aan te passen. We luisteren graag naar de klant. Nog even terug te gaan naar het bedrijfsprofiel. Stel ik heb hier een vraag over. Ik denk hé, dat klopt iets niet of het werkt niet of ik heb er een probleem mee. Hier zit bovenin feedback. We zijn altijd blij met reacties, negatief en positief. En dan kunnen we ermee aan de slag gaan. Hier zie je meteen mijn e-mailadres staan, het telefoonnummer en het bedrijf wat ik aan het bekijken ben. Dus we maken het zo makkelijk mogelijk. Je hoeft alleen maar hier iets in te vullen, verzenden en dan komt bij service@company.info dat mailadres, die mailbox, komt hier binnen. Hierboven staat ook het nummer 020-2400-400 en bellen met service@company.info. Dus wij staan graag voor jullie klaar om jullie nog beter van dienst te zijn. Te zorgen dat jullie de juiste en correcte informatie hebben ter voorbereiding van alle gesprekken. Dit was de webinar van Company Info. Nog even een kortom wat ik heb besproken is hoe log ik in op een persoonlijke Company Info pagina. Hoe ziet de bedrijfspagina eruit? Met als voorbeeld FT Media Groep. Waar staan de relevante bedrijfsgegevens? Hoe bestel ik aan verkoophandelinformatie? Hoe werkt de nieuwsmonitor? Hoe maak ik prospectlijst organisatie? Hoe zoek ik de jaarverslagen? Hoe vind ik de juiste marktrapporten? En waar kan ik mijn feedback geven? Als er vragen zijn, nogmaals service@company.info. En dit was de presentatie. Heel veel dank voor jullie aandacht. Dankjewel.